Goedemiddag allemaal. Superleuk dat jullie hier komen chillen tussen alle grote acts door. Hey. Mijn naam is Evie Bosman en we staan hier vandaag met de Valley of Songs. Daarover later meer wat dat is. Ik ga eerst een paar liedjes voor jullie spelen. En dit is mijn eerste single getiteld Something to Dream Of. I wish that I could find something safe to dream of, to cradle me at night and whisper to me softly, it'll be alright. Go to sleep. Enige nadeel van een zoek, wow, lekker weer spelen, is dat je wat vaker je gitaar moet stemmen. Eens. Dit is mijn laatste single, die heb ik vorige week uitgebracht en die heet I'll Be Right Here. You.
watching over you. Oh, I'll be right here, and I'll always make room for you. There may come a day where you believe who you are is not who you should be. But don't you forget, you may feel upset, but you'll always be worthy. And even if you do forget, know that I'll be right here, watching over you. I'll be right here, and I'll always make room for you. I will always make room for you. Ik heb er nog één voor jullie en daarna zal ik jullie wat meer vertellen over de Valley of Songs. Al deze nummers staan ook op mijn allereerste EP, die aan het eind van de zomer uitkomt. Deze is nog niet uitgebracht als single. Dit is een beetje speciaal voor jullie. Dit is Falling Into Place. Breathe slowly. When I'm about to overflow, one foot after the other, no need to hide under the covers. Still not ready to answer the phone, but I will pick up and say hello. Still not sure. Restored and revealed, I've begun to understand what made me as I am, what's going from within, what is showing on my skin. Restored and revealed. Separate my scars from the pureness of my heart. Separate my sins from this soul. Thank you. Ja, dankjewel Evi. ja, je zei het net zelf over Valley of Songs. Wat is Valley of Songs?
de Valley of Songs. Ik zoek het even zo. Ja. Valley of Songs is een avond in de Popcentrale waarbij we ruimte maken voor schrijvers, songwriters en makers om lekker samen te komen, liedjes te spelen en te vertellen waar die nou eigenlijk over gaan. Dus en kijk je behind the scenes. En wat komt daar vooral uit? Zeg maar, is er iets wat er altijd in zit? Wat er altijd uitkomt is een super interessant gesprek over hoe verschillend ieders creatieve proces toch is. En het is altijd super interessant om gewoon te kijken hoe andere mensen dingen maken. Oké. En kan iedereen gewoon aanschuiven? Je moet je wel even aanmelden als je mee wilt doen. Maar het idee is dat we dat uit kunnen bouwen eigenlijk aan iedereen dat die gewoon langs kan komen. Gewoon lekker onstage kan komen en doen wat hij wil doen. Oké. Ja. Is er al een volgende datum gepland voor een sessie? Nee, we hebben nu net 2 try-outs gehad. De laatste was gisteravond in de Popcentrale. En we gaan nu weer data plannen voor na de zomer. Oké. Ja. Dankjewel, Evi. De Artificial Dance Party is een indie band uit Dordt met een beetje house invloeden, een beetje elektronica invloeden. En daar gaan we zo naar luisteren. Het leuke is dat dit podium dus mede door RTV Dordrecht en de Popcentrale is een beetje opgezet. Dus volg ons vooral. Hallo. Kijk, daar gaat het dans worden. Goedemiddag, hete mensen van Wantijpop. Ik kan jullie zweet vanaf hier ruiken. Het ruikt prima. Leuk dat jullie er zijn. We hebben er zin in. We gaan gelijk 2 nummertjes voor jullie spelen. Vanmiddag spelen wij om 6:15 op het Popcentrale podium. Dus we hebben er zin in. En we gaan even in een kleine setting wat voor jullie doen. Nieuwe nummers. Wij zijn de Artificial Dance Party. En het eerste nummer heet Always on the Internet. Face down and out.
Dankjewel. We hebben eigenlijk vandaag een nieuw nummer uitgebracht. Heet Strangers and Believers. Lekker ambient. Uiteindelijk gaan we normaal gesproken lekker hard. Dus nogmaals, kom kort over 6 even checken. We gaan daar met een lekkere band en synthkast en outfits lekker hard. Ik wil een moshpit, maar op zijn minst. We gaan lekker een liefdevolle moshpit doen. Maar nog niet nu. Dus blijf lekker zitten. En geniet van het volgende nummer. Dankjewel, want hij pop. Nog een hele fijne, hete, zweterige dag. Tot straks. Yes, straks om 6:15 geloof ik, hè? Dat jullie op het grote podium staan. Ja, dat klopt. Oké, nou vroeg ik mij af, are you always on the internet? Ja, te vaak eigenlijk. Oh, moet ik hierin praten? Ja. Hey, soms al te vaak.
En Always on the Internet is ook een beetje een reminder naar jezelf dat je niet te veel waarde moet hechten soms aan internet. En alle berichtjes en dingetjes die je daarop hebt en alles wat je erop ziet. Ja. Ja. En jullie spelen deze muziek, waar zijn die invloeden vooral uit? De laatste tijd dus veel elektronische invloeden, maar we zijn allemaal gewoon begonnen als rockbandje, zeg maar. Oh. Zo'n lage stem, joh! Ja, we luisteren allemaal heel verschillende dingen. En we zijn met 5 bandleden en die 5 verschillende invloeden die maken nu de Artificial Dance Party. Maar de laatste tijd is het veel dansbaar en ietsjes harder ook wel. En die andere 3 staan er straks bij om 6:15. Ja, wat zou ik erover zeggen? Okay. Nou, applaus nog voor jullie. En 6:15 op het grote Popcentrale podium.